Yo Nintendo fans, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe Rikka Praat. En het is bijna september. En september 2019 wordt echt een hele goede maand voor Nintendo Switch fans. Want er komen zoveel toffe games uit. Geloof me, je gaat ze niet allemaal kunnen kopen, tenzij je miljonair bent. Voordat we deze video beginnen, doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je van Nintendo houdt. Dan gaan we snel beginnen. We gaan de 11 grootste releases van september 2019 behandelen op volgorde van hoe ze uitkomen. En we beginnen op 3 september met de remastered versie van Final Fantasy 8. Onder Final Fantasy fans is er vaak een ruzie van welke game is nou het beste. Is Final Fantasy 7 nou de beste Final Fantasy game? Of toch Final Fantasy 8? In ieder geval kan je nu ook Final Fantasy 8 op je Nintendo Switch spelen. Dit wordt volgens mij een digital only. Volgens mij ligt die niet in de winkel. Het is dus geen complete remake zoals je kan verwachten van de nieuwe Final Fantasy 7 game die volgend jaar uit gaat komen. Het is een remastered versie die een beetje is opgepoetst. Hij loopt weer lekker soepel voor de huidige generatie. Het ziet er best aardig uit. Hou deze in de gaten als je van RPG's houdt. Dan gaan we snel door met de volgende game die ook op 3 september uitkomt. En dat is Spyro The Reignited Trilogy. Als je een PlayStation 4 of Xbox One hebt, dan heb je deze game natuurlijk al kunnen spelen. Maar het is super fijn dat je hem nu ook op handheld kan spelen als je onderweg bent. Spyro is toch wel een klassieker. En ik vind het tof dat al die characters van de PlayStation nu ook naar de Nintendo Switch komen. We hebben eerder al Crash Bandicoot gezien die ze overstap maakte in de Crash Insane Trilogy. En we hebben natuurlijk Crash Team Racing Nitro Fueled ook voor de Nintendo Switch. Het enige nadeel is waarschijnlijk dat alleen deel 1 op de cartridge staat en je deel 2 en 3 zal moeten downloaden vanuit de eShop. Persoonlijk vind ik dat erg jammer, want ik heb mijn games het liefst allemaal gewoon in mijn hand op de cartridge in plaats van digitaal. Want stel je wil ooit een keer een ander account maken, ja, dan kan je die games dus niet opnieuw downloaden, tenzij je je originele account op je Nintendo Switch laat staan. Maar ja, geef mij gewoon al die games op de cartridge. Op 13 september komt dan Demon X Machina uit. En ik moet zeggen dat ik niet super hype ben voor deze game. Met alle releases die nu gaan komen in september is dit een van mijn minst favorieten. En dat komt eigenlijk door de demo die in de e-shop stond en je kon downloaden en spelen. Ik was niet super enthousiast. Ik vond de controls niet fijn. Het was een beetje clunky. Het speelde niet logisch. Het heeft mijn enthousiasme voor deze game behoorlijk verminderd. En het enthousiasme is teruggestopt in Astral Chain. Maar goed, het gaat nu over Demon X Machina. Ik heb wel gehoord dat ze erg goed hebben geluisterd naar de feedback van de Nintendo community. Ze gooiden dit demo juist online om te kijken hoe de reacties waren. En aan de hand van die reacties zijn ze dus aan de slag gegaan om die controls, et cetera, flink te verbeteren. Dus er is wel hoop. Waarschijnlijk gaat dit toch wel een goede game worden. Als je van Max houdt, als je van robots houdt, dan kan je deze game checken. Ik ga persoonlijk, denk ik, voor een aantal andere titels. En een van die titels zou kunnen zijn een game die op 18 september uit gaat komen. Of in ieder geval omstreeks 18 september. Het is een beetje vaag omstreeks de release date. Het is in ieder geval LEGO Jurassic World. Ik ben best wel een fan van LEGO games. Maar er zijn zoveel LEGO games dat je ze nooit allemaal gespeeld kan hebben als je ook nog andere games wil spelen. Deze heb ik dus links laten liggen. En dit wordt dus mijn eerste ervaring met LEGO Jurassic World. De films zijn natuurlijk super vet. En ik heb best wel zin om deze game te gaan checken. Hij wordt ook niet zo heel duur. Hij heeft een adviesprijs van €35, dus dat valt best wel mee. Ik heb zin om weer lekker met steentjes te gaan bouwen en met dinosaurus te spelen, dus kom maar op met LEGO Jurassic World voor de Nintendo Switch. En dan zijn we aangekomen op 20 september. En 20 september is een grote dag voor Nintendo fans. Ik zal bij de game beginnen die misschien nog het minste hype heeft en dat is Ni No Kuni The Wrath of the White Witch. Maar luister even, jullie kijken waarschijnlijk naar mijn kanaal omdat je van Pokémon houdt en deze game draait ook om het verzamelen van wezentjes die je kan gebruiken als hulpjes die met je meevechten. En het is niet turn-based. Je kan de poppetjes zelf besturen. Dus dat is super gaaf. Dat vind ik altijd een pluspunt in dit soort games. Het gotta catch 'em all gevoel zit echt in Ni No Kuni. En dat is super tof. Ik heb allebei de delen van Ni No Kuni gespeeld. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk deel 1 toffer vond dan deel 2. En laat dit nou precies deel 1 zijn die uitkomt voor de Nintendo Switch. Het is een game waar je heel veel uren in kan stoppen. Makkelijk 80 tot 100 uur. Dus als je ervoor kiest om in deze hele dure
dure maand voor Ni no Kuni te gaan, dan heb je in ieder geval heel veel uur aan gameplay plezier. En ik kan deze game zeker aan je aanraden. Hij is echt heel erg leuk. Een andere game die uitkomt op 20 september is waarschijnlijk de grootste release van Nintendo deze maand. En dat is natuurlijk The Legend of Zelda Link's Awakening. De Link's Awakening titel is een game die uitgebracht is origineel op de Game Boy. En hij is dus al best wel oud. Maar dat maakt niet uit, want Nintendo heeft deze game helemaal opnieuw opgebouwd. Het heeft een nieuwe stijl gekregen. Een nieuwe game mode waarin je zelf je eigen dungeons kan gaan bouwen. Dat is nog eens even een mooi extraatje. En deze Zelda game wordt vooral heel erg geroemd om de puzzels die erin zitten. Om in de kerkers te komen moet je eerst wat gaan doen, moet je eerst de kerker openen. En als je die kerker dan geopend hebt, dan moet je dus nog je weg vinden naar die kerker toe en vervolgens de kerker zelf uitspelen. En het puzzelelement is iets wat de Legend of Zelda fans altijd wel kunnen waarderen, waaronder ik zelf ook. Ik heb onwijs veel zin om al die puzzels uit te gaan zoeken. Ik heb deze game nooit gespeeld, ik had vroeger geen Game Boy, ik begon bij de Game Boy Color. Dus deze game ga ik zeker checken, ik ben helemaal verliefd op het steltje. Kan je maar één game kopen deze maand in de maand september, dan is dit denk ik de game die ik je ga aanraden voor de Nintendo Switch. En dan hebben we nog iets wat op 20 september uitkomt. Dat is geen game, maar dat is de Nintendo Switch Lite. Ja, Nintendo dropt ook gewoon even een nieuwe variant van de Nintendo Switch. Belangrijk om te weten is dat je deze Nintendo Switch niet aan kan sluiten op je tv en dat de Joy-Cons niet afneembaar zijn. Het is dus echt een handheld apparaat. Ik ken een aantal mensen die deze Nintendo Switch graag willen hebben als eerste Nintendo Switch. Dat zijn vaak mensen die nog geen tv op hun kamer hebben, die toch altijd in handheld spelen. En dan is dit een hele goede keus. Maar waarom is dit dan een goede keus? Omdat de batterij iets langer meegaat. Hij gaat ongeveer 3 kwartier langer mee dan de originele Nintendo Switch. En hij is natuurlijk ook een stuk goedkoper. Belangrijk om te beseffen is dat de Joy-Cons dus niet afneembaar zijn. Dus wil je bijvoorbeeld Mario Party spelen met losse Joy-Cons, wat moet, dan zul je toch nog losse Joy-Cons moeten kopen als je die game wil spelen. En dat is wel een minpuntje. Ik vind het heel tof dat hij in 3 kleuren verkrijgbaar is. Misschien haal ik die gele ook nog wel in huis. Ik vind die gele wel heel erg mooi. In ieder geval een mooi instapmodel als jij toch niet op de tv wil spelen op je Nintendo Switch. Op 24 september komt een game uit waarvan ik heel weinig weet, namelijk Contra Rogue Corps. Ik heb de Contra games niet gespeeld, was een beetje voor mijn tijd, toen speelde ik alleen nog kindvriendelijke games. Het enige wat ik weet is dat fans een beetje teleurgesteld zijn dat het geen 2D game meer is, maar een 3D game geworden is. Maar ondanks dat ik er eigenlijk niks van weet, wilde ik hem toch even noemen, omdat de Contra reeks blijkbaar best wel een ding is in de wereld van gaming. Een andere game die op 24 september ook uitkomt is Dead by Daylight. Deze game is ook al op andere consoles uitgekomen en ik heb hem nog niet gespeeld. En dat kan eigenlijk niet, want ik hou best wel van horror games. Het doel schijnt te zijn dat je met 4 mensen weg moet rennen, moet ontsnappen en moet te zien te overleven. Dat klinkt best wel interessant. De graphics zien er eigenlijk niet uit. Maar goed, als de gameplay in orde is, dan wil ik deze game toch best wel gaan proberen. En dan hebben we 27 september. En op die dag komen er ook gewoon nog even 3 games uit voor de Nintendo Switch. En de eerste daarvan is Dragon Quest 11. Ook dit is weer een gigantisch avontuur. Net als bijvoorbeeld Ni no Kuni en Final Fantasy 8. Hier kan je onwijs veel uren in gaan stoppen. Ik ben wel fan van de Dragon Quest Builders games. En nu wil ik eigenlijk ook wel eens gewoon een reguliere Dragon Quest game gaan spelen. Dus misschien ga ik deze wel even oppikken. Als je nog twijfel over deze game, download dan even de demo in de e-shop. Het is een hele uitgebreide demo waarin je misschien wel tot 10 uur kan spelen. En alle progressie die je maakt in de demo neem je ook mee naar de uiteindelijke game als je die aanschaft. Wat ook tof is, is dat de game blijkbaar helemaal in 2D te spelen is. Dat vind ik super bijzonder. Het lijkt gewoon op een soort van extra game binnen Dragon Quest 11. Man, als je denkt van ik wil waar voor mijn geld, ik wil echt uren blijven gamen, dan is Dragon Quest 11 misschien wel de game voor jou. Ook komt op 27 september de nieuwste samenwerking tussen Microsoft en Nintendo uit, namelijk Ori en The Blind Forest. Als je van 2D games houdt, dan moet je deze echt in huis halen. Dit is zo'n prachtige game. Het verhaal is super mooi. En ik vind het echt super tof dat die pareltjes van de Microsoft Studios ook uitkomen voor de Nintendo Switch. We hebben natuurlijk al Cuphead gezien. Een ontzettend moeilijke, maar ook een heerlijke game. En nu komt dus Ori and the Blind Forest ook naar de Nintendo Switch. En het is al bevestigd dat ook het tweede deel van Ori ook naar de Nintendo Switch komt. Ja, en dan sluit ik af met toch een klein beetje frustratie. Want op 27 september komt ook FIFA 20 uit. En ik ben daar een beetje boos over. Want de Nintendo Switch versie is eigenlijk gewoon FIFA 19. Ja, FIFA 19, maar dat de selectie en de tenues en de stadions geüpdate zijn. Er staat in de officiële beschrijving letterlijk dat het dezelfde gameplay is
als FIFA 19. Waar FIFA 20 voor de PlayStation 4 en de Xbox One wel geoptimaliseerd is, is FIFA 20 dat voor de Nintendo Switch niet. Het is letterlijk dezelfde game, maar met een update van skins en selecties. In FIFA 20 introduceert EA ook FIFA Volta, een soort van FIFA Street-achtige game mode. Lijkt me super tof. Ik ben super hyped voor dat, want ik ben voetballiefhebber en FIFA Street liefhebber. Maar, ja, je voelt hem al aankomen. Ook FIFA Volta zit niet in de Nintendo Switch versie. Dus ik zou zeggen, laten we FIFA 20 gewoon met z'n allen boycotten. Want serieus, dit gaat helemaal nergens over. Ik ben hier serieus best wel boos over. Koop deze game niet. Houd lekker bij FIFA 19. Dit zou gewoon een gratis update moeten zijn. Of hij moet maximaal 10 euro kosten. Daar zou ik ook nog wel mee kunnen leven. Voor nieuwe selecties, et cetera. Maar kom op, laten we dit niet kopen met z'n allen. Stink er niet in. Trap er niet in. Stink er niet in, is dat Nederlands? Anyway, deze video heeft al lang genoeg geduurd. Laat even in de reacties weten welke game of games jullie willen kopen. Misschien heb ik nog wel games gemist voor september. Laat het me dan ook zeker even weten. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!